3 doden in 1 week in de Waal. De Nijmeegse reddingsbrigade maakt zich al geruime tijd hard voor toezicht rondom de Waal en de Spiegelwaal. Van de gemeente kreeg de brigade tot nu toe geen serieuze reactie. Voordat de schoolvakanties beginnen moet beheerder Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen dat regelen. Dat vindt Tweede Kamerlid Rob Jetten van D66. Volgens Martine Tjepkema, voorzitter van de Nijmeegse reddingsbrigade, is toezicht belangrijk, maar houdt het daarbij niet op. Het hangt er wel van af waar deze mensen zijn gaan zwemmen. Als dat gewoon in een algemeen gedeelte van de rivier is geweest, niet. Want ja, die rivier is zo lang, daar kun je natuurlijk geen toezicht houden. Maar dit had wel ook mede voorkomen kunnen worden dat mensen ook wel proberen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Want zwemmen in de rivier is natuurlijk levensgevaarlijk. Rijkswaterstaat heeft hier natuurlijk weinig ervaring mee. Het is een overloopgebied voor als het water hoog wordt. En die zijn dan niet gewend dat het ook nog eens een keer recreatiegebied is. En de gemeente heeft daar veel meer ervaring mee. En de Nijmeegse reddingsbrigade helemaal. Omdat wij in het verleden heel veel gesurveilleerd hebben op bijvoorbeeld de Berendonk en de Mookse Plassen bij de Siep. Toen dat nog niet van Leisurelands was. Nou, we kunnen een preventieve functie hebben. In die zin dat als onze boten daar varen met onze mensen erop, dat mensen al niet heel snel gekke dingen gaan doen. Maar als er toch iets zou gebeuren wat gevaarlijk is, kunnen mensen daar meteen op aangesproken worden. Als mensen denken, kom, we gaan van een brug springen, is natuurlijk hartstikke stoer. Maar wij zullen dan meteen ingrijpen en zeggen, jongens, dat moet je niet doen. Want als je ook maar even verkeerd valt, val je gewoon op beton. Water lijkt zacht, maar dat is het niet. Nou, wij hebben contact met de gemeente en de gemeente met de rest. En ik denk dat we dat ook zo moeten houden. Want als wij met iedereen afzonderlijk contact moeten zoeken, dan heeft dat weinig zin. Dan gaat het over te veel schijven. Maar als Jetten met ons contact op wil nemen, ja, natuurlijk staan wij voor open. Graag zelfs. Maar in het begin zo lopen alle contacten gewoon via de gemeente.